Trappenhuis, dat lijkt nu ook een supergoeie stofzuiger reclame, maar dat is het jammer genoeg niet. Sundays are for sleeping. I wish. Goedemorgen, welkom bij een nieuwe vlog. Vandaag zijn we zondag en vandaag ga ik opnieuw naar Houthuis om voor het moestijdenteam, want gisteren was het niet. Het was vandaag, dus we gaan daar vandaag opnieuw naartoe. Hallo, het is nu 20 voor 12. Ik heb niet gefilmd tijdens het moestuinteam. Maar ik heb wel een aantal dingen meegekregen uit de tuin. Ik heb aardpeer meegekregen. Dit ga ik planten en dan kan ik dat binnen enige tijd gaan opeten. Ik heb Oost-Indische kers meegekregen. En een plant die heel mijn auto doet ruiken, namelijk daslook. Echt heel goed te ruiken, dat vind ik. Het was echt heel gezellig, heel veel bijgeleerd en ook heel veel zin weer gewoon om de moestuin in te kruipen. En de volgende keer is het bij iemand anders, is het bij een van de leerlingen uit de cursus. En daar gaan we naar zullen kijken. Dus dat wordt tof. Hallo, het is nu 2 uur. Ik heb echt veel te lang beneden gelummeld. Maar nu gaan we er tegenaan. Ik ga beginnen met mijn tekst van gisteren te overlezen. En daar ga ik een nieuw stukje schrijven. Het lukt niet zo goed om te werken, want de zon roept me enorm naar buiten. Dus dat gaan we ook eigenlijk gaan doen. Ik heb nieuwe plantjes mee om in mijn serre te zetten. Ik ga die erin zetten, maar ik ga eerst nog een klein beetje omploegen. Allee, om spetvorken, dat wordt heel erg lastig. Maar ik zie het wel zitten. Ik heb me net even omgekleed, want mijn kleren waren nogal vuil van in de moestuin bezig te zijn en ook in de moestuin te zitten. Nu ga ik mijn auto stofzuigen. Een klusje die al meer dan een week op mijn to-do-list staat. Trappenhuis, dat lijkt nu ook een supergoeie stofzuiger reclame, maar dat is het jammer genoeg niet. Ik zou heel graag door dit merk worden gesponsord, dus Dyson. Als je dit ziet, sponsor mij. Mijn volledige auto is gestofzuigd dankzij dit ding. De buitenkant ziet er wel nog vies uit. Maar dat is voor een andere keer. Kijk hoe mooi ik ook mijn koffer heb gesorteerd. Die ziet er nooit zo mooi uit. Dus gaan we mijn afvalzakje ook een keer leren. De hele dag heeft hij opgestaan. Nu mag hij wel weer toe. Weer veel te lang tv kijken, maar nu ga ik foto's editen. En ik ga ondertussen nog wat YouTube-video's proberen in te halen. Dat zijn trouwens de nootjes die ik heb gekocht in de verpakkingsvrije winkel. Nu heb ik een half potje van die schelletjes. Ik
ga ze vlug meedoen naar beneden voor ik de keel die bokaal opeet. Hallo, ik ging naar beneden om snel soep te maken, maar ik ben blijven kijken naar de mol. Ja, een beetje weer veel te lang beneden hangen. Het is nu iets voor 10 en ik moet nog ik wil nog een beetje lezen in mijn boek. Dus ik ga mijn gsm zo ver mogelijk van mijn bed leggen. En ik moet ook nog mijn outfit uitkiezen voor morgen. Ik bedenk me net ook dat ik nog geen video ingepland heb voor morgenavond. Dus dat ga ik nog vlug doen. Net geplankt en ik moet zeggen, ik ben er wel toch een klein beetje op achteruit gegaan sinds mijn laatste planking TikTok. Ik kan er nu iets van 35 seconden volhouden.